De weg naar het inheemse dorp Mata, die in deplorabele staat verkeert, wordt gerehabiliteerd. De werkzaamheden zijn reeds in volle gang. DC Armand Jurel zegt dat deze weg was opgebracht voor rehabilitatie op een later tijdstip. De noodsituatie heeft het proces echter versneld. Jurel waarschuwt wel voor het barricaderen van wegen. Hij kiest liever voor overleg en zegt dat de politie zal optreden indien de wegen worden gebarricadeerd. De DC is blij dat de rust is teruggekeerd in zijn district. Hij hoopt dat de weg spoedig kan worden opgeleverd.